Voor X, Punch Out Battles, Tryout, weer nieuw talent voor jullie. So we gonna get busy. Jullie zijn de jury, je weet hoe het werkt bij die tryout shit. Punchoutbattles.nl, laat weten wie je beter vond. Hi, Lubriz heeft de tijd en rapper aan mijn rechterkant, was goed. Visum, FDP. Dat was hem. BB Zuidwest. Visum, wat gaat gebeuren, man? Kom. Zijn mic is niet zo. Kom. Ik begin al. Dat is helemaal geen zelf, man. Hier, laat je voor beginnen, man. Ik hoop dat Freddy Krueger komt in je droom. Met zijn linkerhand van koperen groom. Jouw hand als een van zijn slachtoffers in nood. Ja, gillen space doorsnijdt. Zodat jij de volgende ochtend gewoon je lot niet ontloopt. En de week lang je ook een wol niet verschoont. Yeah. Jouw lekere gezicht geeft. Dat die van altijd chill of die van Froze. Of simpelweg een kop van een jood. Die heeft een vogels op het hoofd. Dus stop maar gewoon, er is geen ziel die jou dapper vindt. En wie wordt er bang voor dit? Jij bent de diepe nachtmerrie waar niemand van wakker ligt. En ik breek deze dude zo met greep uit judo voor elke onzekere Jude Law. This guy is gayer than judo. En jij en Leverage zijn de enige in de zaal die niet met de hele lijf passen in de reet van Maxje. Maar jullie passen wel samen in het studentenhuis. Dat vind ik zeker grappig. En ik hoop dat al je fans uit Zeeland sterk als AIDS patiënten bieden. Fuck it, deze faggot, de crazy leren rappen met een gay ass record. En ik ga echt niet verliezen van Lines en Leverage en Naji voor jou geschreven hebben. Faggot. Zijn echte naam is Adlan. What the fuck, man? Shit doet me denken aan Aslan. Maar Punch-Out is geen Nadia, dus kom nou uit de kast dan. En hij komt uit Rusland. Thuis noemen ze hem Mikhail Jackson, die wintervriend. Bekend voor hits als No Stranger bij Moscow. Skinny Jean. Kijk, deze man is zo saai. Volgens mij zit CNA in je DNA. Met deze kleding aan val je buiten de boot. Als Waldo, dus vanaf nu is Walrus je tweede naam. Kijk, en Visum groeit op in een oorlogsgebied. Nou, niet bang zijn, maar daar ligt de landmijn. Dat wil zeggen, maak één verkeerde move en dan zal dit je graf zijn. Aan de andere kant tekenen wel met de voetsporen van zijn vader. Doe alleen je mijne veeg gezonde computer op je kamer. Ja, zijn vader zit waarschijnlijk vast in onze moederland door kids, want daar kreeg ze Visum niet. Alsof je ouders zijn gescheiden en je moederland de kids. Dankjewel voor je zonde. Wat kijk jij achter de gozer? Om eerlijk te zijn heb ik al die grappen niet nodig. Ik bedoel, kijk dan, BB is bold. Jij maakt het echt makkelijk voor me. Bij dames zie ik deze trigger echt vaak pech. Eén keer geef een troost, regelmatig zijn BB als een bitch bij het aanrecht. En een pink bij tranen. En als een chick aan BB hoofd geeft, lijkt het ze gewoon wel. Ik bedoel, de fuck noem jij zelf een BB als je uitziet als een telefooncel. Wacht eens even, ik geef je een goeie raad. Waarin vind jij je steun en toeverlaat? Heet het? Jij bent zo depressief dat je zelfs moeder haat. Jij bent de reden dat je zus zich als een hoer gedraagt. Jij bent de reden dat je vader je moeder slaat. Jij bent de reden dat de eigenaar van de MacBook of jonge doekjes daar een doeken maakt. En je bent de bovende vent? Ja man, ik geef je groot gelijk. Shit, deze man stond al jarenlang zijn eikel in de grond in de hoop dat hij ooit een fan van een boom zal zijn. Visum met een voorkeur. Schrijf meestal Engelse shit. Dus heb hem geswitcht zodat je snapt wat better than this. There's no way to escape when I enter the ring. Cause I'm in control and when I insert my punches is the end of your shit. En hij zit al zo lang op voorhand, als hij choke, was het een diep fout. Wist je, als je een zijman een patatje oorlog bestelt, dan is je friet koud. En hij maakt geen muziek, niks, dus ik heb me aangepast. Zeg niet dat hij vaak off beat zit, maar dat hij vaak op beat zit als ik zeg dat hij zijn maat te fuck. Kijk, ik raak fans.
Jij draagt vent. Ik maak mijn hoed strak, jij draagt je broek strak. Snap je, ik ben op mijn grind en jij bent op je grind. Ik spit over de kicks en de snatch en veel flips van de stats. Ik denk aan boom tang en boom bed, jij zoomland en footblend. Dat meteen je hele van die skin trouwens. Maar Kid Rock, ze geloven me gelijk. Dus ook dat je het weet, we draaien die shit op naar hiphop, dan geloven ze in mij. Ah. Jij hebt echt één vette kind. Het is duidelijk dat hij geen fan bezit. Oh, wacht. Dus zo zie je eruit als je wandelsharige zweetzak hebt gelegd. En waarom moet je nou als een boeren gedragen? Je moet je schamen voor je moeder en vader. Vroeg of laat ga je boeten voor dagen. Toen deze poesie ontmaagd werd, kwam het bloed uit zijn anus. Als dronken koorddansers weet hij niet waar hij zijn voeten moet plaatsen. Gast is zo dik. Bij de nachtrust heeft hij moeite met draaien. Want dan gaat hij zweet in de shit. Niks kan zijn bloeddruk verlagen. Dik samengevat, jij wordt zelfs moe van het slapen. En je moet niet denken dat je mij vandaag belachelijk maakt. Want als ik voor de gek gehouden word, is omdat hij achter me staat. Ik heb de klap op je kaak, vandaag de Brian Bakker eraan. En yo, wil je seks of een BB zien? Shit, dat gaat niet, want deze man is nog maagd. En het is awkward dat je op je huis bepaalde foto's hebt gezet. Want, dit ziet eruit als een homo-cover van Jonas Brothers. En dit als Tokyo Hotel. Maak op die briefje. Ik had je gemurderd op die briefje. Even personal. Hij ging van Appa Sagitov naar Appa Moussaïev. Ik wil wat achterhalen over je achternaam. Heb je hem afgestaan? Of zijn dat de resultaat als je een hoer als moeder hebt en je vader je achterlaat? Maar genoeg over die slet en bitch. Elke ding kent fashion tips. Nou ben ik blik, maar zeg me eens. Wat matcht het meest met extra wit? En waarom bent dan ik een wekker kind die niet eens rapper is? Kind, je bent zo'n beetje negatief, die lijkt op negatief. Ik doe kom op man, je ziet eruit als een witrust. Kill je skinny is zo licht, want ik betwijfel of die kind lust. Twee rondes gewonnen en ik begin een patroon te zien. Weet de loop je vriend voordat je kogels ziet. De winst is uit het vizier, je bent je spot al lang kwijt. Dit is Russisch roulette, Ikea-staal. Dus met een vol magazijn. Nou, maar even voor de grap, ik ben een vriendelijke gast. Weet je wat, kies één familie, let ik vliegen in het land. Ik heb een visum in mijn zak. Laat je horen van deze wetten, man. Je weet het, jullie zijn de winnaar. Punchoutbattles.nl, stem op. Visum FDB nogmaals. Of stem op. WB Zuidwest. Yeah! Zuidwest! Jullie kiezen wie de winnaar is. Punchoutbattles.nl, man.